Bas Smit en Nicolette van Dam hebben hun kinderen weer even lekker bij de oppas geparkeerd voor een gezellig lang weekend naar Marbella. De overjarige influencer liet vlak voor het weekend weten dat hij er zo van baalt dat de herfst weer is begonnen in Nederland. Een paar uur later postte hij vanuit Marbella dat hij de oplossing gevonden had. De Instagram-stories van Bas lopen over van dit soort decadentie. Het merendeel van zijn volgers kan het zich niet veroorloven om bij de aanblik van een paar vallende blaadjes even naar Marbella op en neer te vliegen, maar dat kan Bas niet schelen. Hoeft hij dan niet te werken? Jawel. Maar op mijn verzoek wel in ons kantoor aan zee. Gieren. Tussen het pochen over zijn gloednieuwe Apple Watch door, het duurste, ultra, model dat speciaal bedoeld is voor mensen die extreme sporten beoefenen. Zelf stapt Bas hooguit 4 keer per dag van zijn strandstoel af, filmt hij ook nog een andere strandganger. Bas schrijft bij het filmpje van de strandganger in kwestie, man ligt al uur zo. Wat heerlijk. Ben gewoon jaloers. Tenzij hij dood is, gieren. Even later plaatst Bas, voor de nieuwsgierige mensen. De meneer die daar lag was inderdaad overleden. Hebben hele mooie ceremonie gedaan en zachtjes de zee ingeschoven. Een heel magere grap, maar de volgers van Bas blijken zo snugger te zijn dat ze denken dat hij dit echt meent. Bas deelt meerdere reacties van zijn boze volgers. Dat kan je niet maken, Bas, zegt de een. En de ander, dat kan je toch niet maken? Was hij zeker dood? Weer een ander, hoop dat dit geen grap van je is. Beetje ongepast dan. Geen humor wat ik van je gewend ben, en, ik mag toch hopen dat je dit niet meent. Bas blijft doorgrappen, er zijn wat mensen ongerust. Rustig aan mensen. Voor 95% zeker dat hij overleden was. Heb nog geprobeerd te cremeren, maar lag met zijn benen in de branding die dus nat waren geworden. Zelfs met 10 aanmaakblokjes lukte het niet, dus deze manier leek mij het mooiste. Als ik anders moet doen even snel zeggen, want hij drijft nog voor de eerste boei, dan haal ik hem terug.